Ik word het zo zat, jongen. Ik word het zo zat. Maar één ding, en dan bleef ik kijken in de camera. En ik beloof jullie, echt waar. Ik ben al een oude hagenees. Ik zit dan met mijn kut in zo'n scootmobiel. Ik zeg maar nooit, nooit, nooit zo'n Zwarte Piet verdwijnen. En geloof mij nou, geloof mij. Yo mensen, leuk dat jullie kijken. We zijn vandaag bij de landelijke intocht in Den Haag. Ja, en dit jaar nam de Sint voor de landelijke intocht in Apeldoorn roetveegpieten mee. Dat gebeurt op steeds meer plekken, vooral in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Op sommige plekken zijn de pieten gemengd, een beetje zwart en een beetje roetveeg, zoals in Enschede, Tilburg en Zwolle. En toch is piet op veel plekken zwart, in de helft van de gemeentes. Ja, en in een paar steden waren er protesten van grote mensen die vinden dat Sinterklaas alleen nog maar zwarte pieten moet meenemen. Of mensen die alleen nog maar roetveegpieten willen. In Groningen ging het zo ver dat de voor- en tegenstanders ruzie met elkaar kregen. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. De ene groep heeft het over natuurlijk Zwarte Piet en de andere... No more blackface! No more black. Er wordt flink heen en weer geschreeuwd. Persoonlijk vind ik dat Zwarte Piet bij de Nederlandse cultuur hoort en dat dit nooit zou moeten veranderen. Wij zijn al eenmaal een land met veel culturen en tradities die iedereen vrij op zijn eigen manier mag vieren. Dan vind ik ook dat Zwarte Piet gewoon zwart moet blijven. Ik vind Kick Out Zwarte Piet daarom ook gewoon een zielig artiest en bovendien een kinderachtige organisatie die vrijwel geen bestaanrecht heeft. Dit doordat uit onderzoek is gebleken dat 95 op de 100 mensen voor Zwarte Piet en tegen Kick Out Zwarte Piet zijn. Kick Out Zwarte Piet is in mijn ogen gewoon weer een linksclubje mensen die een kinderfeest willen verpesten omdat zij niks te doen hebben. In hun leven, behalve demonstreren en bomen knuffelen. Ga werk zoeken en doe normaal. In Nederland mag iedereen zijn ding doen en alles zeggen wat hij of zij maar wilt. Maar we moeten niet overdrijven. Snap persoonlijk ook niet dat de gemeente en politie zo'n demonstratie toestaat naast een intocht. Weg met Kick Out Zwarte Piet.